Super dag dat jullie weer kijken. Het is vandaag kerstavond, dus een extra video. Ik heb een superleuk pakketje gekregen van iemand van YouTube. Van Scene World heet ze. En ik wil jullie het pakketje laten zien wat ik heb gekregen. Ik vind het echt superleuk. Ik heb zelf al even gekeken. Maar ik wil jullie nog laten zien. En ik heb een kattenshop lamp. Nou, ik laat jullie echt zien wat ik van Scene World heb gekregen. Echt superleuk pakketje. Ik ga alles laten zien voor jullie. En daarna ga ik de shoplog aan jullie laten zien. Nou, wat zit er hier allemaal in? Echt super leuke oorwarmers voor kerstmis. Ik ben er echt super blij mee. En ik heb dit gekregen, dus dit. Merry Christmas, zee. En van Knijp heb ik ook nog wel lekkers gekregen. Super lekkere zuurstokjes. Kerstboompje en daar zit een trommel. En hier zit ook wat chocolaatjes in. Een lekkere juice gel. En een leuk kerstmistasje. En het laatste item is lichtjes in kerstmandjes. Super leuk. Super bedankt. Scene cadeautjes met dit kerstpakketje. En die kan ik volgend jaar ook wel weer gebruiken. Dus super bedankt. Ik ben echt super blij mee. Nou, nu gaan we verder met mijn shoplog. Ik ben bij 3 winkels geweest. Sena en Bristol en Action. Dus ik laat jullie... Oh nee, 3 winkels. Op New Yorker. Dus ik laat jullie van 4 winkels wat zien. Dus veel kijkplezier nog. Als je de video nu al leuk vindt, reageer onder de video. En blauwe duim omhoog. Nou, bij de Bristol heb ik een superleuk jurkje gehaald. Het is een zwart jurkje. En hier zitten van de terretjes op. Ja, je kan het wel zien. En die kost 25 euro. Superleuk. Nou, wat heb ik bij de Zena gekocht? Nou, ik had sokken nodig. Mijn sokken die gaan best wel snel kapot. En hier zitten er 10 in en die kostte maar 3 euro, was afgeprijsd. En ik heb superleuke hartjes oorbelletjes gekocht met diamantjes. Dit is met zilver diamant en met roze. En die kostte maar 3 euro ook. Superleuk. Ik heb me even op bed gelegd. Ik heb bij de Bristol ook nog een zwarte broek gekocht. En hier aan de zijkant heb je van die fetus. Het is een beetje zwart-grijze broek. Hij kostte 22 euro. In New York heb ik deze tijgerprint jas gekocht. Ik zoekte hem al heel erg lang en ik wou hem al heel erg lang hebben. Ik vind hem echt super mooi. Ik laat jullie even zien hoe die mee staat. Hij zit echt super fijn. Hij is echt super zacht. Hier heb je van die knoopjes dat je hem dicht kan doen. En ik ben er echt super blij mee. Hij kostte 50 euro bij de New Yorker. Super nice. Wat ik nog meer bij de New Yorker heb gekocht is een donkerblauw blouseje. En hier heb je van die pareltjes aan de zijkant bij de mouw. En aan de andere kant ook. Hij kostte 10 euro. Hij was afgeprijsd. Wat ik nog meer heb gekocht bij de New Yorker is gewoon een zwarte trui. Die had ik nodig. En die kostte 17 euro bij de New Yorker. Ik was ook nog bij de Action geweest. En daar heb ik ook weer sokjes gehaald. Deze. En ik heb glittermascara gekocht. Die kostte maar 1,19 euro. En ja, nog een mascara, gewone mascara. Die kostte maar 1 euro. En deze die kostte 2 euro allebei. Dit was mijn allerlaatste kerstvideo. Ik hoop dat jullie mijn kerstvideo's leuk vonden. En zet onder de reactie wat voor video's je volgend jaar wil zien van mij. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. En ik hoop gewoon dat jullie het leuk vonden. Ik ga het net zeker doen.
En fijne feestdagen en gelukkig 2019. I wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year.